Welkom bij B2S Television. Deze week draait het allemaal om loudness. Aanstaande zaterdag zal het klokgebouw in Eindhoven het zwaar te verduren krijgen tijdens loudness. De timetable is inmiddels bekend. Check op b2s.nl hoe laat jouw favoriete artiesten optreden. Loudness verkoopt zeker uit, dus bestel de laatste kaarten op tickets.b2s.nl. Kan je niet wachten tot zaterdag? Luister dan vanavond op B2S Radio naar de live sets van de afgelopen Loudness editie in de Maasido in Rotterdam. Ook kan je luisteren naar een speciale promomix van Kronos. Vanaf 8 uur op b2s.nl/radio. Blackburn zal voor de tweede keer Loudness op zijn kop zetten. B2S Television zoekt hem op voor een interview. Ja, Loudness is natuurlijk gewoon het feest qua geluid en qua sfeer. Veel mensen die aan het zweten zijn. En gewoon ook net zoals mij aan het genieten zijn van de muziek. En vooral veel losgaan daarop. En dat is gewoon, dat motiveert jezelf alleen maar meer. En ja, daar heb je ook zoiets van, ja, ik kan gewoon ook niet meer stilstaan. Ik wil ook mee dansen. En ja, natuurlijk, je bent dan nog steeds aan het draaien, maar je staat dan niet stil. Je staat dan ook gewoon volop te genieten. En dat is gewoon super vet. Ik ben Blackburn en ik zit bij T-Record. En ik produceer nu zo'n 5 jaar onder andere hardstyle, maar ook meerdere stijlen. Ja, ik vind gewoon heel veel muziek leuk en ik luister ook heel veel muziek. En ja, als je alleen maar één stijl blijft produceren, dan ja, dat kan heel vet zijn. Maar ik vind het zelf heel interessant om juist ook andere stijlen te proberen. En wat je daarin maakt, kan je dan ook weer meenemen in bijvoorbeeld hardstyle of juist andersom. De eerste place waar ik stond, dat was ook gelijk, waren dat 2 feesten dat weekend waren op DJ Contest of dan wel. En dat waren dan in lokale clubs. En dat is eigenlijk steeds meer opgebouwd naar van DJ Contest naar kleinere feestjes. En vervolgens stond ik bijvoorbeeld vorig jaar op Loudness. Op Loudness was ineens een veel groter publiek. En ja, dat voel je toch wel een lichte spanning, want je hebt wel zoiets van ja. Ik ga nu wel echt de muziek verzorgen en als ik iets fout doe, dan hoort iedereen ook gelijk. Ik ben hier vorig jaar als bezoeker geweest en ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar ik vind de locatie heel vet. Het past heel goed bij de sfeer die Loudness met zich meebrengt. En ja, als je hier bent, gewoon nu al, zonder dat er überhaupt een feest is, dan heb je al zoiets van ja, dit wil ik, hier wil ik al zijn. Oh, ik wil al in april zijn, want het is gewoon heel vet om hier überhaupt te zijn. Ja, ik heb nieuwe tracks in de maak. Ik heb er ook al een paar af. En ja, dat zullen ook tracks zijn die ik hier zal draaien natuurlijk. Ook een paar die ik niet zal draaien, omdat ja, wat euforisch zal zijn. Omdat dat vind ik niet zo passen bij Loudness. Maar ja, ik ben ook gewoon tracks uit aan het zoeken die ik graag wil draaien. En wat ik samen kan brengen als een mooi geheel. Wat veel energie ook uitstraalt en wat ook fijn bij elkaar past. En dat zullen niet alleen maar nieuwe tracks zijn, maar natuurlijk ook ouder werk wat ik gewoon heel vet vind. Wanneer je dan daar staat, dan komt er allemaal die spanning en die energie. En dan is het gewoon dat moment waar je echt al een paar maanden of een paar weken of ja, naartoe leeft. Ja, een bom vol energie. En ik hoop dat ik dat zo kan overbrengen dat die energie ook bij het publiek loskomt. Loudness, 20 april, Klokgebouw, Eindhoven. Ben erbij, want het is echt een heel uniek feest. Don't turn your back.